Joost Klein staat verwonderd te kijken naar de complexe innerlijke werking van het Eurovisie Songfestival, nadat hij een week lang heeft kunnen proeven van de dynamiek ervan. Als deelnemer wordt hij geconfronteerd met een labyrinth van regels en voorschriften, waardoor de Nederlandse inzending in Malmö niet volledig de controle kan behouden. Ik moet simpelweg accepteren wat er op me afkomt. Ik wist waar ik aan begon, deelt hij met het ANP. Een van de uitdagingen waar Klein mee te maken kreeg, was het repeteren van het laatste deel van zijn act. Waarin hij zich kwetsbaar opstelt met een boodschap aan zijn overleden vader. Dat voelde vreemd aan. Ik heb daar enige lichte discussies over gehad met Guffen Meid, creatief directeur, redactie. De opstandige tiener in mij riep: Dit gaan we niet doen, maar Guff had terecht betoogd dat het wel moest. De zanger erkent dat het gewoon vervelend is om als deelnemer aan het Songfestival aan allerlei eisen te moeten voldoen. Maar ja, ik moet ook gewoon toegeven, de controle loslaten. Geid voegt toe. Het is echt een uitdaging. Op de allereerste dag van de repetities kwamen we het gebouw binnen en werden meteen geleid naar een kleine ruimte waar Joost zijn microfoon en techniek werden getest. Zelfs dat werd onmiddellijk gefilmd en online gezet. Dus je hebt geen moment om zelf even te wennen of op adem te komen. Je stapt hier binnen en de show begint meteen. Opmerkelijk is dat Klein in het outro van zijn optreden als allereerste Songfestival deelnemer in de geschiedenis ondertiteling gebruikt. Dit illustreert volgens mij het hoe strikt en rigide deze wereld is. We hebben behoorlijk moeten lobbyen bij Eurovisie om dat goedgekeurd te krijgen. Alles wordt uitgebreid besproken en tegen elkaar afgewogen. Het is fascinerend hoe strikt mensen in deze context kunnen zijn.